Ja, Karim, we mogen jou feliciteren, want jij bent de nieuwe aanvoerder van Feyenoord voor dit seizoen. Wat vind je daarvan? Ja, ik ben er heel blij mee en ik ben trots dat ik aanvoerder van Feyenoord ben. Heel speciaal voor me en ik ben er heel blij mee. Is het een grote eer voor jou? Ja, zeker. Het is echt een eer om aanvoerder te zijn en om natuurlijk ook Dirk op te volgen. Het is natuurlijk een eer en ik ben er trots op. Je hoorde het vanochtend, de trainer maakte het bekend, ten overstaan van de hele spelersgroep. Wist jij het van tevoren al dat hij het ging zeggen of niet? Ja, ik wist het een paar dagen van tevoren. Dus, maar vandaag werd het officieel bekendgemaakt, dus ik ben er blij mee. Je kreeg applaus van de jongens. Hoe was dat? Ja, het was leuk. Het is gewoon één grote familie hier en we kunnen het goed met elkaar vinden. En ja, dat je dan zo'n applaus krijgt, is altijd mooi. Wat voor spelersgroep ben jij nu aanvoerder van? Hoe is de groep dit seizoen? Ik denk dat er een paar jongens zijn weggegaan. En natuurlijk, ik ben nu wel een van de ouderen. We hebben wat jonge spelers erbij, maar ik denk zeker een talentvolle groep. En ik ben blij dat ik daar aanvoerder van ben. Ja. Is de dolle nog wel met je? Is dat nu snel voorbij binnenkort? Als jij even je stem verhebt? Ja, dat komt straks wel goed hoor.